Welkom. Fijn dat je dit webinar over inclusief onderzoek wilt terugkijken. De eerste minuten van de webinar zijn door een technisch probleem helaas niet goed opgenomen. Vandaar deze nieuwe introductie. Mijn naam is Tessa van Loenen en ik ben senioronderzoeker en projectleider bij VAROS. Dit is de eerste webinar in een reeks van 3 over inclusieve wetenschap. En in deze eerste webinar gaan we in op het belang van inclusief onderzoek doen en hoe je ermee rekening kunt houden in al die fasen van onderzoek. Voor de tweede webinar, die staat gepland op 31 mei en die gaat over het bereiken en betrekken. En de derde webinar staat gepland op 29 juni en gaat over begrijpelijk schrijven en het maken van geschikte onderzoeksmaterialen. Na mijn introductie komt Majori de Been aan het woord en zij is programmamanager persoonsgerichte zorg en ondersteuning. Zij gaat in gesprek met Maria van der Muizenberg, hoogleraar gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerste lijnzorg. En zij gaan in gesprek over dat belang van inclusieve wetenschap. Vervolgens komt Gudule Boland en die neemt ons mee langs alle fasen van onderzoek en geeft tips in hoe je inclusief kunt zijn. We hopen dat je door dit webinar nieuwe kennis en inspiratie op kunt doen. En we hopen uiteraard ook dat we je in een van de andere webinars weer terugzien. Jij kunt je al opgeven voor de volgende webinars en dat kan op de website van VAROS. Veel kijkplezier. En waar we een bijdrage willen leveren is dat eigenlijk de gevolgen van armoede, de gevolgen van stress, de gevolgen van een minder hoge opleiding, de gevolgen van migratie op gezondheid minder groot worden. Want op dit moment is het nog zo dat als je hier in Utrecht, in Overvecht of Kanaleiland geboren wordt, dan heb je een grote kans om 7 jaar eerder dood te gaan en 15 jaar eerder een chronische aandoening te hebben. En dat zijn enorm grote verschillen in een zo welvarend land als Nederland. Dus, en we werken eigenlijk, het thema inclusief onderzoek is op ons pad gekomen, omdat we er langzamerhand achter kwamen dat zonder inclusief onderzoek je ook geen inclusieve beleidsvorming hebt. En zonder inclusief onderzoek heb je ook geen inclusieve behandelpraktijk. Behandeling, zorg, ondersteuning, maar ook beleid is vaak gebaseerd op onderzoek. En als dat een exclusief feestje is, dan heb je ook een exclusief beleid of een exclusieve behandeling. En ik mag daarover een gesprekje nu voeren met Maria van der Muizenberg, collega bij VAROS en hoogleraar. Maria, misschien wil je je even voorstellen. Ja, dank jullie wel. Wat geweldig dat er zoveel mensen deelnemen trouwens. Echt superleuk. Ik ben Maria van der Muizenberg. Ik ben huisarts en ik ben hoogleraar gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerste lijnzorg. En dat betekent dat ik mij er vooral mee bezig hou hoe we onze zorg, onze gezondheidszorg voor alle mensen in Nederland voor even goede kwaliteit en toegankelijkheid kunnen maken. En dat betekent natuurlijk dus dat in mijn onderzoek altijd ook die mensen betrokken moeten zijn over wie het gaat. En dat geldt niet alleen voor mijn onderzoek, maar dat geldt voor elk onderzoek in de gezondheidszorg en daarbuiten. Nou, daar gaan we het over hebben. Ja, en ik heb een aantal vragen. Dat zijn onder andere ook vragen die deelnemers hebben gesteld bij het zich aanmelden voor dit webinar. En de eerste vraag is meteen een soort van hamvraag. Waarom vond jij als wetenschapper of en als hoogleraar, je hebt ons enorm geïnspireerd hier bij VAROS. Waarom vind jij die aandacht voor inclusief onderzoek zo belangrijk? Ja, daar zijn eigenlijk 2 redenen voor. Ten eerste, zeg maar, het kwestie van sociale rechtvaardigheid. We vinden dat, en ik vind dat iedereen in onze maatschappij mee moet kunnen doen en moet betrokken zijn bij alles wat voor die persoon belangrijk is. Dus ook de wetenschap. Maar eigenlijk zeker zo belangrijk is het wetenschappelijke belang om een valide onderzoek te kunnen doen. Om onderzoek te doen dat werkelijk iets zegt over de vraag die je daarin stelt, moeten natuurlijk al die mensen over wie dat gaat betrokken zijn. En dat geldt dus vanaf randomized controlled trial over een geneesmiddel, tot en met onderzoek heel participatief samen met mensen vormgeven aan een verbetering in hun omstandigheid. En heb je een praktijkvoorbeeld van de gevolgen als je geen aandacht aan inclusiviteit? Ja. Daar zijn heel veel voorbeelden. Ik weet dat straks in de presentatie daar ook zeker nog een mooi voorbeeld van genoemd gaat worden. Maar om even heel dicht bij huis te blijven. In deze coronatijd weten we dat veel van de adviezen van het RIVM over de gedragsmaatregelen gebaseerd zijn op een grote vragenlijstonderzoek vanuit de GGD'en. Maar dat is een online, erg ingewikkelde en lange vragenlijst. En we weten dan ook dat mensen met
een weinig opleiding, of mensen die de taal niet goed spreken, of die moeite hebben met via internet iets invullen, die zijn helemaal niet vertegenwoordigd. En het heeft daardoor ook echt lang geduurd voordat we goed zicht hadden op wat er, hoe mensen in staat zijn om die maatregelen na te leven. En dat bijvoorbeeld juist mensen in een minder goede maatschappelijke positie veel minder in staat zijn om die maatregelen na te leven. Ja. Zo zijn er nog talloze voorbeelden. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld onderzoek naar de bijwerking van cholesterolremmers. Daarin waren geen mensen met een migratieachtergrond betrokken. En het duurde dus ook een tijd voordat we wisten dat bij hen de dosis ongeveer half bij een aantal mensen, bijvoorbeeld met een Indiase achtergrond, de dosis veel lager moet zijn, omdat daar veel vaker bijwerkingen voorkomen. Ja, dus het is geen vrijblijvende opgave eigenlijk voor ons als onderzoekers of wetenschappers. Nee, het is echt, ik denk dat dat heel belangrijk is en dat dat ook een belangrijke motivatie moet zijn voor wetenschappers om hier zelf aan mee te doen. Het is niet van dat het leuk zou zijn of dat het zo aardig is dat je die mensen betrekt, maar het is gewoon, je onderzoek deugt niet als het niet representatief is. Het gekke is dat we daar natuurlijk altijd naar kijken. Als je een wetenschappelijk artikel ziet, dan kijk je van, is de steekproeftrekking goed? Is de sample size berekening goed? Als het gaat om kwantitatief onderzoek, daar hoort het natuurlijk ook bij. En heb je die mensen aan boord over wie je dadelijk iets denkt te gaan zeggen? Ja. En kun je iets zeggen over wat is inclusief onderzoek eigenlijk voor jou? Wat moeten we dan allemaal aan denken? Ja, dadelijk wordt er natuurlijk nog veel meer in detail op ingegaan, maar eigenlijk gaat het erom dat dus in jouw onderzoek iedereen betrokken is, als bij wijze van spreken passieve deelnemer wanneer het gaat om gegevens over bepaalde groepen, of actieve deelnemer als het gaat om een andere soort onderzoek, over wie jij uiteindelijk iets wil zeggen. En dat is natuurlijk bijna altijd zo in de gezondheidszorg, dat je zeker ook iets wil zeggen over mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven en heel vaak ook zeker ook iets wil zeggen over mensen met een migratieachtergrond. En het gaat er dan om dat het een werkelijk betekenisvolle deelname is. Dus niet alleen maar een tick the box. Oh, ik heb ook een migrant in een focusgroep nog eens even wat gevraagd. Ja, die praatte wel niet mee, want die snapte niet waar het over ging, maar hij was er wel bij. Nee, het betekent dat je dus ook echt moet zorgen dat jouw onderzoeksmethode, de vraag dat het relevant is voor alle groepen en dat die ook werkelijk mee kunnen doen. Dus je moet faciliteren dat ze dat ook in praktijk kunnen brengen. Ja, en je hebt al bepaalde groepen genoemd eigenlijk. Wie zijn we met elkaar geneigd om te includeren of uit te sluiten? Ja, dat gaat dus om best veel mensen. Eigenlijk traditioneel is heel bekend dat vroeger tot voor kort vrouwen helemaal niet meededen. Nou, dat is gelukkig, wordt steeds beter, gebeurt dat wel. Maar nog steeds kan ik wel zeggen, zeker als je naar Nederland kijkt, mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, doen niet mee. Want het is bijna altijd nodig dat je in ieder geval de formulieren kunt lezen waar het over gaat, of dat je een vragenlijst kan invullen. Dat is 18% van onze bevolking. Eerste generatie migranten, 11% van onze bevolking, en dat zijn niet dezelfde groepen, doen ook bijna nooit mee. Heel vaak wordt expliciet als exclusiecriterium gebruikt mensen die de taal niet begrijpen. Maar daarnaast doen vaak mensen niet mee die meerdere ziektes hebben, dus die multimorbiditeit hebben, maar ook bijvoorbeeld psychiatrische patiënten, andere mensen met een beperking, mensen met beperkte digitale vaardigheden. Kortom, ik denk dat als je goed kijkt, dat je ziet dat zeker een derde van de beoogde populatie niet altijd meedoet. En dat heeft tot gevolg dat het beleid of de behandeling of de zorg of de ondersteuning niet gebaseerd is op het perspectief of op de leefomstandigheden van deze groep. Ja, dat precies. En soms niet alleen gaat het om het perspectief en die leefomstandigheden, want natuurlijk, we moeten ons realiseren, als onderzoeker is de kans groot dat deze groepen die nu vaak uitgesloten worden, juist het verst van ons afstaan. In de zin van als hoogopgeleide onderzoeker kan je je gewoon niet voorstellen hoe het is om niet te kunnen lezen en schrijven. Dat betekent ook dat je echt dat perspectief niet kunt meenemen in jouw onderzoek als je niet mensen met die levenservaringen bij betrekt. Daarnaast geldt het natuurlijk gewoon heel simpel ook bijvoorbeeld over een geneesmiddel als, maakt niet uit wat voor geneesmiddel, als je dat geneesmiddel niet test bij mensen in een hele brede groep, weet je dus ook niet of zij bereid en in staat zijn om het in te nemen en of het
werkelijk ook dezelfde effect heeft of, en dezelfde bijwerking als voor die meerderheidsgroep geldt. Ja, en veel deelnemers hebben vooraf aangegeven dat ze het heel erg belangrijk vinden. Anders zouden ze hier nu ook niet deelnemen natuurlijk. Maar in een omgeving werken waarin het erg lastig is om dit voor het voetlicht te brengen. Of om een pleidooi ervoor te houden. Dat heb je vast ook meegemaakt. Ja, klopt. En dat heeft met een aantal dingen te maken. Het begint natuurlijk met een bewustwording dat het belangrijk is. Heel vaak zijn mensen zich dat niet bewust. Een mooi voorbeeld, een onderzoek waarin een instrument is getest, waarbij mensen met COPD, met chronische longziekte, vragen over hun leven en hun gezondheid invulden. Daarvan zei de onderzoeker heel enthousiast, 70% respons heb ik. Dat is prachtig. Maar je betekent dus 30% niet. En als het altijd diezelfde 30% is die niet meedoet, weet je van die mensen niks. Nou, dat besef dat het dus niet voldoende is als je 70% respons hebt, maar dat je ook moet weten of dat over al die groepen gelijk is, is het begin waarvoor het belangrijk is. En als mensen dat beseffen, dan gaan ze ook denken, hé, het moet dus gebeuren. Tweede is dat het belangrijk is dat je laat zien dat het kan. Dat het echt mogelijk is deze mensen betekenisvol te betrekken. Nou, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Daar kan je ook hulp bij krijgen. En het is vooral ook fijn als je kan laten zien wat de meerwaarde is van inclusief onderzoek. Als je kan laten zien wat het uitmaakt, wat het verschil maakt als je deze mensen ook betrokken hebt, dat je hun perspectief meeneemt en dat je gewoon weet wat werkt voor wie. Ja, nu kost het vaak ook wat. Een investering in tijd en in aandacht. Al is het maar omdat het een andere gespreksvoering en dus ook andere communicatievaardigheden vereist van jou als onderzoeker als het om gesprekken gaat. Is dat niet veel te lastig? Nou, veel mensen noemen dat lastig en daar zijn ook veel misverstanden. Bijvoorbeeld, ik hoor heel vaak dat mensen zeggen ja, maar de medisch-ethische commissie die vereist, en zeker als het WMO-plichtig onderzoek is, dan moet je de patiënteninformatie en dat kan nou eenmaal niet anders dan zo en zo. Dat zijn echt misverstanden. We hebben inmiddels ruim ervaring dat ook bij WMO-plichtig onderzoek het mogelijk en geaccepteerd is om begrijpelijke informatie te doen. Dus het feit dat het lastig is, is maar betrekkelijk zo. Iets anders is dat we weten dat eenvoudige voorlichting, dus informatie over een bijvoorbeeld een onderzoek of informatie over een bijwerking, werkt voor iedereen het beste. Dus vaak hoor je dan ook van ja, maar dan moeten we apart materiaal maken voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Nee, we weten uit allerlei mooie voorbeelden dat ook mensen die goed kunnen lezen en schrijven het helemaal niet erg vinden. Als de informatie makkelijk is, dan snappen ze het gewoon nog beter. En extra vragen kun je altijd stellen. Dus het is inderdaad belangrijk dat mensen beseffen dat het wel inderdaad soms wat meer tijd kost. Zeker als het gaat om participatief onderzoek. Waarbij je echt goed moet zorgen dat iedereen mee kan doen en aangehaakt is. Het kost meer tijd. Daar moet ook bij ZonNW natuurlijk bijvoorbeeld het besef doordringen dat dat dus vertaald moet worden naar meer onderzoeksgeld. Maar het is heel goed mogelijk. Het is heel erg leuk. Het verrijkt je eigen beeld op waar je mee bezig bent. En het leidt ertoe dat je uiteindelijk het alleen onderzoeksresultaten krijgt. Ja, een van mijn laatste vragen. Hoe kom je dan in contact met sommige groepen? Dat is eigenlijk een kernvraag. Dat is het vaakst gestelde vraag. Ja. Nou, hoe bereik je ze? Ja. Hoe bereik je ze, die zogenaamd moeilijke bereikbare groepen? Ja, als je inderdaad, het feit dat dat een vraag is, geeft natuurlijk ook aan hoe weinig die mensen in ons beeld zijn. En dus hoe belangrijk het is. Maar gelukkig zijn er heel veel organisaties van bijvoorbeeld migranten of bijvoorbeeld een stichting als Stichting ABC, die heel veel met taalambassadeurs werkt. Dus er zijn heel veel organisaties die graag bereid zijn om mee te doen om de doelgroep te bereiken. Je kan dat eigenlijk inderdaad niet goed zonder mensen vanuit die doelgroepen. Dus die moet je ook al bij je onderzoeksaanvraag betrekken. En mensen willen natuurlijk niet op het laatste moment even ingevlogen worden. En wat zeker niet meer kan, is dat je mensen vraagt aan al dit soort dingen mee te doen, zonder dat ze daar een fatsoenlijke vergoeding voor krijgen. Maar er zijn genoeg organisaties. En Paros is als eerste natuurlijk een organisatie die kan adviseren over wie je zou kunnen benaderen om mee te doen, waar je terecht kan. Maar zo zijn er gelukkig veel meer organisaties. Nu weet ik toevallig dat jij ook net onderzoek begeleid hebt onder daklozen.
Dat is over moeilijk bereikbare groepen gesproken. Ja. Hoe heb je dat aangepakt? Ja, ook heel erg dus met mensen zelf. Dus dat zijn ervaringsdeskundigen. Maar ook straatdokters. Dus ja, je gaat naar die mensen toe. Je gaat naar de opvang toe. Dus heel veel van dat onderzoek gebeurt door mensen op te zoeken. En dan merk je dat bijvoorbeeld dus de respons. En een mooi voorbeeld. We hebben dus heel veel vragenlijsten afgenomen onder dakloze mensen. Ja, daarvoor moet je natuurlijk wel naar die mensen toe gaan. En moet je ze ook een vergoeding geven. Maar dan blijkt dat als je die vragen mondeling afneemt, dat gewoon heel goed gaat en dat mensen het ook fijn vinden om mee te kunnen doen. En dat heb je in kader van corona ook gedaan, hè? Ja, dat gaat over, overigens dat onderzoek wordt geleid door Tessa. Maar dat is inderdaad, dus dat gaat over de ervaringen van dakloze mensen met de coronamaatregelen, de effecten daarvan. En daarnaast doen we onderzoek onder in de huisartsendossiers over dakloze mensen, over hoe vaak ze ziek worden van corona. Is er nog een vraag, Tessa, in de chat naar aanleiding van dit gesprekje? Er zijn twee vragen. Het zou kunnen dat Gedule die ook straks nog beantwoordt. Eerst nou, een aantal vragen zelf. Over gevalideerde vragenlijsten. Uitdaging is volgens mij niet alleen het betrekken, maar ook het gebruiken van gevalideerde meetinstrumenten. Deze zijn namelijk vaak niet gevalideerd en ingewikkeld. Hoe gaan jullie hiermee om? Ja, nou dat vind ik wel een mooie vraag, want ik zie een aantal andere vragen, daar wordt ook steken dadelijk op ingegaan over de METC. Maar wat betreft die gevalideerde vragenlijsten, dat is echt een punt. Want die zijn er inderdaad zelden gevalideerd voor, onze groepen. Dus mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Of voor migrantengroepen. Voor migranten vaak nog net iets vaker wel. Dat betekent dat je je kan soms een gevalideerde vragenlijst mondeling afnemen. En weliswaar beïnvloedt dat natuurlijk ook wel de manier. Maar dan zou je dat bij alle deelnemers moeten doen. Dat is een mogelijkheid. Ofwel, en daar moeten we denk ik echt naartoe, dat we veel vaker vragenlijsten valideren onder deze groep. En we hebben net bijvoorbeeld in Nijmegen onder mensen die moeite hebben met lezen en schrijven een vragenlijst over persoonsgerichte zorg gevalideerd. In een 3 maanden studentenonderzoekstage kan je dat helemaal doen. Dus dat is dat heeft vrij weinig geld gekost en vooral tijd van de student. Dus we kunnen daar denk ik met z'n allen veel meer aan gaan doen. En de alertheid dus als onderzoeker, dat als jou verteld wordt dat dit een valide vragenlijst is, want vaak gaat het ook om internationaal gevalideerde vragenlijsten, dat je de vraag stelt onder welke groepen deze vragenlijst gevalideerd is. Is dat ook iets wat gebeurt? Het gesprek komt erover op gang? Dat nog veel te weinig. Ik denk dat inderdaad wij als onderzoekers daar ook echt een taak in zouden kunnen hebben. Dat je dat voortdurend weer afvraagt en ter discussie stelt. En dat je dus waar mogelijk gebruik maakt van vragenlijsten die wel gevalideerd zijn. Ik zie ook in de chat, en dat is mijn ervaring ook, dat namelijk ook voor andere mensen dan mensen die heel veel moeite hebben met lezen en schrijven, heel veel van die vragenlijsten niet gevalideerd zijn. Dat we heel vaak niet zeker weten of mensen wat ze antwoorden, dat ook dat antwoord is wat wij eruit begrijpen. Dus er valt heel veel af te dingen op überhaupt het gevalideerd zijn van lijsten op dit moment. Ja, dan komen we toch gezien de tijd ook op jouw slotadvies, Maria, aan de deelnemers. En je gaat straks, je kunt nog 10 minuten blijven, maar dan heb je ook een andere afspraak. Maar goed, we komen hier zeker nog op terug met elkaar. Wat is jouw slotwoord? Ja, mijn advies zou eigenlijk zijn ten eerste van vraag je altijd af, wat wil ik nou precies te weten komen in mijn onderzoek? Wanneer ben ik tevreden als ik een antwoord heb? En over wie moet dat dan gaan? Eigenlijk zul je dan bijna altijd al beseffen, ja, dan moet ik toch ook mensen erbij betrekken die ik nu niet bereik met mijn onderzoek als ik niks daarvoor extra's doe. Weet dan vervolgens dat het echt kan. En inderdaad, ja, het is echt zo. Die PIF kan aangepast worden, zodat de METC hem wel accepteert. We hebben daar voorbeelden van. En tot slot, besef dat je het niet alleen hoeft te doen. Je kunt hier heel goed hulpkrachten bij vragen. Van VAROS, van collega's, deze groep mensen die ervaringen met inclusief onderzoek groeit. Er zijn heel veel ervaringsdeskundigen die je kunnen helpen. Dus het is mogelijk, het is nodig en het kan. Heel veel succes. Dankjewel. Dan wil ik nu graag het woord geven aan Gedule Boland, collega bij VAROS.
En zij neemt jullie even mee door de onderzoeksfases en gaat per onderzoeksfase kort iets toelichten. Ja, zei zij, dat ga ik even doen. Ik ga mijn scherm met jullie delen. We gaan het inderdaad in vogelvlucht even hebben over de verschillende fasen van inclusief onderzoek. Het gras is grondig voor mijn voeten weggemaaid door Majori en Maria, maar dat hadden we ook zo afgesproken. Want herhaling is helemaal niet erg. En nu krijgen jullie het ook nog even een beetje op een rijtje. Als jullie vragen hebben, dan kunnen jullie die in de chat zetten. En na afloop van elke fase van onderzoek zal Tessa mij even melden of er vragen zijn in de chat. En dan kan ik daar meteen een antwoord op geven. En als ik het niet weet, dan schakel ik Tessa of Majori in. En, als we, en anders een andere collega. Goed, wat Maria net al zei, hè, ondervertegenwoordiging van moeilijk bereikbare groepen in onderzoek. Daar is al heel veel onderzoek naar gedaan. En hier zie je een aantal van dit soort onderzoeken die dat bevestigen. Maar goed, dat wisten we al. Dus dan is het nu tijd om daar iets aan te gaan doen. Want waarom is het nou erg? Dat zei Maria net ook al. De uitkomsten zijn niet geldig voor de gehele bevolking. Het onderzoek sluit ook niet aan bij wat die moeilijk bereikbare groepen dan belangrijk vinden. En etnische en sociaal-economische verschillen leiden ook gewoon tot een aantal andere prevalenties, presentatie, ervaringen, wensen, mogelijkheden. Nou, dit is allemaal net door Maria en Majori mooi verteld. Nou, ik ga jullie dus door de verschillende fasen van onderzoek leiden. Dit lijkt een heel recht toe, recht aan schema. Zo wordt een onderzoek natuurlijk nooit uitgevoerd en een actieonderzoek al helemaal niet. Maar goed, dan hebben jullie even een idee over de onderwerpen die ik in deze presentatie even voorbij laat komen. Maar vooraf in het groene vlakje eigenlijk nog een fase die hieraan vooraf gaat. Namelijk, wie stelt eigenlijk de kennisagenda op? En wie beheren de potten met geld? En wie stellen voor welk onderzoek geld beschikbaar? En dat is eigenlijk, dat is een heel politieke vraag. En ik durf eigenlijk wel te zeggen dat onze groepen daarbij niet betrokken zijn. Goed. Dit is dus een belangrijke gedachte vooraf. Ik laat deze even zien omdat een tijdje geleden was in het nieuws dat er eigenlijk veel meer aandacht nodig is voor niet-witte ziekten. Bijvoorbeeld sikkelcel ging het toen over. Dat zijn groepen die veelal in sociaal-economische achterstandssituaties leven, geen lobby hebben in Den Haag en geen lobby hebben bij de patiëntenverenigingen. En dus zijn er geen organisaties die zich inzetten voor meer onderzoek voor sikkelcel. En dus even als voorbeeld van wie bepaalt eigenlijk de agenda. Goed, fase 1 van je onderzoek. Je wilt je hebt een wild ideetje, je wilt graag onderzoek doen. Dan gaan we nadenken over een onderwerp. Maar wiens onderzoeksvragen zijn dat eigenlijk? En vanuit welk perspectief kijk je dan? En zoals wij hier allemaal bij elkaar zitten, hoog opgeleid en goed bekend met de Nederlandse onderzoekssituatie, zijn wij eigenlijk wel de goede mensen om na te denken over die onderzoeksvragen. En dus hoe halen we op bij mensen die leven in achterstandssituaties wat hun vragen zijn en hun problemen? En hoe kunnen we daar dan in onderzoek op aansluiten? Een mooi voorbeeld is, Maria heeft net een voorstel ingediend voor de NWA-call gezondheidsverschillen. En voordat er überhaupt begonnen werd met het schrijven van een onderzoeksvoorstel, zijn er gesprekken gevoerd met mensen uit de doelgroep om op te halen wat speelt er, wat leeft er en waar zouden jullie behoefte aan
hebben. Twee belangrijke dingen om te overdenken. Niets over ons zonder ons. Dit is heel erg de slogan ook vanuit organisaties voor mensen met een lichamelijke beperking. Maar dit geldt natuurlijk ook voor allerlei groepen die in sociaal-economische achterstandssituaties leven. En wat ook belangrijk is, is de notie dat je iets teruggeeft. Dus betrek mensen niet zomaar in je onderzoek als er voor hen helemaal niets tegenover staat. Goed, we gaan naar fase 2, maar ik vraag eerst even aan Tessa of zij over fase 1 een vraag binnengekregen heeft. Nee, ik zie geen vraag op fase 1. Heel goed, nou, dan ga ik onmiddellijk door met fase 2. Het schrijven van je projectaanvraag en de onderzoeksopzet. Nou, dit kennen jullie ongetwijfeld, want je kunt, als je onderzoek doet samen met de mensen om wie het gaat, dan kan dat op heel veel verschillende manieren. En ik heb hier drie dingen even in beeld gezet. En de ene manier is niet per se beter dan de andere. Alhoewel ik zou zeggen, wees ambitieus en streef ernaar dat die participatie werkelijk betekenisvol is. Hè, wat Maria net ook zei. En jullie kunnen zelf lezen wat ik hier opgeschreven heb over de verschillende vormen van participatie. Je hebt participatieladders, waarbij heel duidelijk waarbij je heel duidelijk van niveau verschilt, waarbij het uiteindelijke niveau is dat mensen uit de doelgroep zelf het onderzoek vormgeven. Maar je hebt ook participatiecirkels, waarmee je iets minder aangeeft dat het een beter zou zijn dan het andere. Dat betrekken van die doelgroep bij je onderzoek, dat vraagt vaardigheden en inlevingsvermogen. En ik heb er een aantal opgeschreven. En ik bedacht later, het vraagt ook nog tijd en geld. Maar dat moeten jullie maar even van me aannemen. Die heb ik dan hier niet opgeschreven. Het begint heel erg met luisteren. En met inlevingsvermogen en misschien nog wel meer met dan inlevingsvermogen ook werkelijk er zijn. Ik heb eens een student begeleid die onderzoek deed onder ongedocumenteerde vrouwen. En voordat zij begon überhaupt met het interviewen, is ze een heel aantal keren gewoon naar de dokterspost van Dokters van de Wereld gegaan om daar te zijn. En langzaam raakten de vrouwen aan haar gewend. En op een gegeven moment, toen heeft ze hen gevraagd of ze hen dan zou mogen interviewen. En dus het vraagt ook in die zin een investering in tijd. En het vraagt iets anders van je dan alleen maar een vraaglijst opsturen via een e-mail. Wat ook belangrijk is dat je de waarde van ervaringsdeskundigheid herkent en erkent. Dat je bereid bent om je netwerk uit te breiden. Ik zag net een vraag van iemand die zei, ja, maar hoe vinden we die organisaties dan waar mensen... Nou, in elke gemeente zijn organisaties die mensen met afstand tot de arbeidsmarkt bijvoorbeeld helpen om te reïntegreren of om een baan te zoeken. Dat zijn perfecte vindplaatsen voor respondenten voor je onderzoek. Daar zitten de mensen met problemen. En roep nou niet op het allerlaatste moment zo'n organisatie erbij, maar betrek die vanaf het allereerste begin bij het schrijven van je onderzoeksopzet. Want wij bij VAROS worden ook heel vaak gezegd, heb je nog 10 respondenten? Nee, dat doen we niet meer. We zijn betrokken vanaf het begin en dan doen we mee. Maar we zijn niet een bak met respondenten met achtergrond A, achtergrond B, achtergrond C. Een hele strenge medewerker. Goed. Wat ook nog heel belangrijk is, is de vaardigheid om begrijpelijk te communiceren. Zonder onderzoeksjargon. Dus als je dan je klankbordgroep bij elkaar hebt geroepen, ga dan niet een PowerPoint-presentatie doen. Mensen zijn helemaal niet gewend aan dat soort vergaderachtige settings waarbij ze naar zo'n PowerPoint moeten kijken met allemaal moeilijke woorden erop. Nee, doe dat dan ook op een andere manier. Goed. Vraagt ook iets van je medeonderzoeker. Het vraagt ook iets van de vertegenwoordigers van je doelgroep. Dus je moet mensen daar ook in begeleiden. Nou,
Je kunt allerlei methodes van onderzoek kiezen die passen bij jouw onderzoeksvraag, maar die ook passen bij de doelgroep die je op het oog hebt. Nou, hier zie je een aantal voorbeelden daarvan. Daar ga ik verder nu niet heel uitgebreid op in, want ja, dat heeft op dit moment even wat minder nut. En dan vraag ik even aan Tessa, van, heb jij inmiddels over fase 2 en 3 een vraag gekregen? En zo niet, dan ga ik... Nee, het is stil. Ik ben zo streng dat niemand een vraag durft te stellen. Of ik ben zo helder dat iedereen... Nou, goed. Of ik ben zo oppervlakkig dat iedereen denkt, ja, dat wisten we al. Goed. Fase 4. Het werven van respondenten. Het werven van vertegenwoordigers uit je doelgroep. Of het werven van medeonderzoekers. Je ziet hier een beetje dat ik in die participatieladder zit. En waarom heb ik deze foto gekozen? Omdat mensen zeggen wel eens van, ja, laaggeletterden, wij hebben geen laaggeletterden. Bijvoorbeeld als je onderzoek doet in een huisartsenpraktijk, dat die huisarts zegt, nee, we hebben helemaal geen laaggeletterde patiënten. Nee, dat komt omdat je ze niet zomaar aan hun neus herkent. Hè? Dus je pakt een aantal signalen op en vervolgens denk je, ah, misschien moet ik eens navraag doen hoe het met de vaardigheden van deze persoon zit. Dus vandaar dat ik deze papegaaienduikers heb gekozen. Nou, exclusiecriteria, heel bekende, het niet goed beheersen van de Nederlandse taal. Wat we ook nog wel eens zien is dat mensen bijvoorbeeld vragenlijsten niet opsturen naar mensen met een op het oog buitenlandse achternaam. En niet Nederlandse achternaam. Dan denken ze, ah, dat sturen we maar niet, want die doen toch niet mee. En een ander exclusiecriterium, het hebben van multimorbiditeit. Is dit herkenbaar? Allemaal goed knikken nu, dan ga ik weer verder. Goed. Even een praktijkvoorbeeld. Dit is geen onderzoeksvoorbeeld, maar een praktijkvoorbeeld. Er was een wijkteam uit Amersfoort. En die hadden een prachtige folder. Kom naar ons toe als u vragen heeft over de opvoeding van uw kind. Maar er kwam eigenlijk niemand. En vervolgens ging een collega onderzoek doen. En wat bleek nou? Dat mensen dat woord opvoeding, dat was te abstract. En mensen verwarden het ook met eten, met voeding. Dus dat was niet handig. Dus na gesprekken met ouders hebben ze de oproep veranderd in wat ik hier heb opgeschreven. Slaapt uw kind niet goed? Dus heel concreet problemen benoemen waar mensen tegenaan lopen. En dan zeggen, kom dan naar ons toe, want wij kunnen u helpen. Wat ook belangrijk is bij het werven van respondenten, is dat heel veel mensen die laag opgeleid zijn, geen idee hebben hoe een onderzoek werkt, wetenschappelijk onderzoek. En dat woord onderzoek ook vaak verwarren met lichamelijk onderzoek. Dus denken dat dus dan gaat plaatsvinden. Dus wij gebruiken vaak in plaats van het woord onderzoek, het woord studie. We gaan een studie doen. En juist om die verwarring tussen lichamelijk onderzoek en wetenschappelijk onderzoek niet te hebben. Wat ook heel vaak gebeurt, is dat mensen op een gegeven moment willen ze migranten includeren. En wie ze dan vinden, dat zijn vaak de hoogopgeleide migranten. Maar dan mis je dus de laagopgeleide migrant. Dus mis je alsnog een belangrijke groep. Ook weer een groep met sociaal-economische kenmerken die minder positief zijn dan die van de hoogopgeleide migrant. En waar je moet opletten, zeker in klinisch onderzoek, als je de zorgverlener het uitnodigen laat doen, dan kan het zijn dat zij bewust of onbewust bepaalde mensen niet uitnodigen. Bijvoorbeeld omdat ze denken, nou, bij die meneer doe ik het niet, want die snap, moet ik zoveel uitleggen, daar begin ik niet aan. En dus op die manier sluipen de biasen je onderzoek binnen. Dus besteed hier ook heel bewust aandacht aan als je anderen de werving laat doen. Nou, wat zijn dan aandachtspunten om wel respondenten te vinden? Dat is werven op een plek waar deze mensen sowieso al komen. En het mooiste voorbeeld vind ik een onderzoek dat mijn collega Naima heeft gedaan
naar laagopgeleide vrouwen die roken in de zwangerschap. Waarbij ze maar geen respondenten kon vinden. Ook ons overkomt dat. En dat ze uiteindelijk naar een winkelcentrum in een achterstandswijk is gegaan. En daar gewoon rokende vrouwen achter de kinderwagen heeft aangesproken. En heeft gevraagd of ze misschien iets mocht vertellen en iets mocht vragen. Nou, en op die manier heeft zij dus uiteindelijk haar respondenten bij elkaar gehaald. Persoonlijk uitnodigen is ontzettend belangrijk. Mensen krijgen een brief, ja, die gaat in de prullenbak. Want ja, waarom zou je dat lezen en waarom zou je daaraan meedoen? Dus je moet eerst persoonlijk vertellen wat de studie inhoudt. En dat je graag wilt dat iemand meedoet en waarom. En vervolgens kun je dan nog die patiëntinformatiebrief, die ook begrijpelijk is geschreven, aan de persoon meegeven. Het is ook belangrijk om inclusief beeld te gebruiken. Heel veel van ons beeldmateriaal is akelig wit. En ja, een heel groot deel van de respondenten herkent zich daar niet in. Ik heb vandaag bijvoorbeeld nog commentaar gegeven op een filmpje met een hyperdun poppetje erin. Ik zeg, maak die persoon eens een beetje dikker. De meeste mensen zijn helemaal niet zo hyperdun. Ik ben heel benieuwd of dat gaat gebeuren. Informele benadering, ook heel belangrijk. Bij VAROS hebben we bijvoorbeeld heel veel sleutelpersonen met een vluchtelingenachtergrond. Die hun eigen netwerk weer inzetten voor zo'n informele benadering. Dus ook heel belangrijk. Persoonlijk uitnodigen door de huisarts. Dat is een persoon die heel veel mensen vertrouwen. Als die het vraagt, nou, dan doe ik wel mee. En de laatste is, hoe check je nou of iemand lager opgeleid is? Of wellicht laaggeletterd is of beperkte gezondheidsvaardigheden heeft. Wij gebruiken daarvoor als één van de criteria schoolachtergrond. Dan kiezen we voor mbo 2 of lager. Of 10 jaar naar school geweest in het land van herkomst. Minder dan 10 jaar naar school geweest. Goed. In de volgende webinar gaan we hier veel uitgebreider op in. Dus dit was even, ik heb nu eigenlijk al, denk ik, te veel gezegd qua tijd. Maar in de volgende webinar zullen we hier dus veel nader op ingaan. Veel dieper op ingaan, sorry. Heel even over het consentformulier. Dat zullen we ook in een volgende webinar nog bespreken. Dit is zo'n goedgekeurd toestemmingsformulier door de METC van het Radboud UMC. En je ziet, dit is echt, dit hebben we heel begrijpelijk gemaakt. En voorbeelden daarvan staan op onze website. Gevalideerde vragenlijsten, dat hebben Maria en Majori ook al even over gesproken. Met wie zijn die testen eigenlijk gevalideerd? Hè? En over dit vraagstuk gaan we meer vertellen in webinar 3. Dus dit zijn allemaal de cliffhangers, zodat jullie ook in webinar 2 en 3 weer terugkomen. En dan zullen we het hier veel uitgebreider over gaan hebben. In de tussentijd, mocht je al aan de slag willen met je eigen vragenlijst, we hebben een artikel geschreven over vragenlijsten en we hebben deze sneltest gemaakt, waarmee je heel snel kunt kijken hoe scoort mijn vragenlijst op het gebied van begrijpelijkheid en toegankelijkheid. En ook dat vind je op onze website. Tessa, heb jij inmiddels over fase 4 vraag in de chat? Jazeker. Een heleboel vragen. Ik denk niet dat we ze allemaal kunnen beantwoorden, maar wellicht nemen we de vragen ook mee naar de volgende sessie, zodat we daar, dat we daar de antwoorden nog op kunnen geven. Ik begin eventjes bij de laatste vraag. Ik vraag me af over je eigen netwerk gebruiken van respondenten. Hoe staan jullie tegenover het feit dat deelnemers zich wellicht verplicht voelen om overgehaald te worden? Of dat je veel respondenten van een zelfbezorgd netwerk krijgt? Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Dat is als je met snowballing gaat werken, dat de ene respondent weer de volgende respondent. Ja, dat is wel iets waar je mee op moet passen.
Daarom denk ik dat het belangrijk is om ook niet steeds met dezelfde organisatie te werken, maar eens weer naar een andere stad en daar weer eens met een organisatie te gaan samenwerken die weer toegang heeft tot een ander netwerk van mensen. Is dat voldoende antwoord? Yeah. Misschien, ja? Ja, een andere vraag is nog, als je groepen, een groep respondenten in beeld wil brengen, bijvoorbeeld met een migratieachtergrond, zeg maar, welke vragen kun je stellen en hoe categoriseer je? Wat zijn dan kenmerken van lage 6 of laag geletterd? En hoe kan je dat vragen zonder dat het gevoelig is? Ik denk dat ik deze ga parkeren voor webinar 3, als het echt gaat over vragenlijsten. Toevallig heb ik vorige week kreeg ik zo'nzelfde vraag. En wat je in ieder geval zou kunnen doen als je wilt vragen naar de etnische achtergrond van iemand, dat je gewoon vraagt: in welk land bent u geboren? En in welk land is uw vader geboren? In welk land is uw moeder geboren? Maar vraag het alleen als het daadwerkelijk van belang is voor jouw onderzoeksvraag. Want anders is het eigenlijk, ja, wat wil je dan weten? En waarom vraag je dit? Dus even alvast die opmerking. Ja. Ja? Anderen gaan we nu weer door. En dan nemen we de rest van de vragen mee naar de volgende webinar. Is goed. Nou, dan ga ik nog even iets zeggen over fase 5 en 6. Dataverzameling en data-analyse. Even een voorbeeld. Want wat valt je in deze tabel op? Het gaat over kennis over het eigen risico bij een zorgverzekering. En het lijkt alsof dat allemaal keurig verdeeld is. Maar als je gaat tellen, en ik heb even wat zitten rekenen, dan zien we dat de inclusie van eerste en tweede generatie migranten is maar 5%. En migranten van buiten Europa zitten maar 2% in. Dus hier is duidelijk iets niet helemaal goed gegaan met de inclusie van alle doelgroepen in Nederland. Inclusie bias, mensen zeggen wel eens moeilijk bereikbaar, maar wij zeggen dan ja, makkelijk te negeren. Deze mensen zijn natuurlijk al heel vaak voorbijgekomen. Dus deze geef ik even voor beter. Wat ook belangrijk is om te zeggen is dat een inclusieve vragenlijst alleen, hè, dus hij is begrijpelijk, hij is toegankelijk, maar dat is nog niet voldoende voor een werkelijk inclusief onderzoek. En dan zijn bij alle fasen, is je doelgroep betrokken geweest. En hier dan de vraag, wie betrek je bij de analyse van je gegevens? Ja, de vertegenwoordigers uit de doelgroep natuurlijk. Hè? Dus je hebt een heleboel gegevens gevonden. Bedenk een manier om dit ook weer te checken bij vertegenwoordigers uit de doelgroep van, goh, ik vind dit. Wat vinden jullie daarvan? Hè? Hoe kijken jullie hiernaar? En op die manier, dat is ook een vorm van valideren. Gaan we naar fase 7 en 8. Rapportage en het teruggeven van de resultaten aan de doelgroep. In die rapportage moet je ook weer recht doen aan je inclusiviteit. Dus beschrijf hoe je het hebt aangepakt. Is het je wel of niet gelukt om inclusief te zijn? En waar lag het dan aan? Wees daar gewoon ook eerlijk over. En zorg dat je, als je er niet in bent geslaagd om alle doelgroepen te betrekken, dat je dus geen uitspraken doet over de gehele groep, maar alleen over die groepen die jij betrokken hebt in je onderzoek. Even een mooi voorbeeld. Dit is de oratie van Maria toen ze als hoogleraar startte bij het Radboud UMC. Ze heeft toen deze inaugurale reden geschreven, maar dat boekje is heel leuk, want dat kan je namelijk omdraaien. En dan zie je in het midden haar introductie in de wetenschappelijke versie. En als je het boekje omdraait, dan zie je helemaal rechts haar introductie voor de makkelijk leesbare versie. En dat is eigenlijk ons pleidooi. Maak de resultaten van je onderzoek ook begrijpelijk voor iedereen. Zorg dat je iets teruggeeft van wat je hebt opgehaald
bij mensen. Mensen hebben daar moeite in gestoken. Geef hen daarvoor ook iets terug. En ik wilde afsluiten met deze hart onder de riem. Want zoals we hier zitten met z'n allen, wij zijn pioniers. Grote kans dat jullie je alleen voelen staan in jullie organisatie. Maar het is echt, het is een kwestie van tijd. Er beginnen dingen te veranderen. En steeds meer mensen, jullie zijn daarvan de voorlopers, het beste voorbeeld, ontdekken dat belang van inclusief onderzoek. En ik nodig jullie uit om in de tussentijd vooral veel contact te houden met ons. Zodat we er met z'n allen tegenaan kunnen. Dus behouden contact. Tessa, heb jij nog een vraag binnengekregen voor mij? Heb jij nog een ander voorbeeld van vormen van discriminatie? Een ander voorbeeld van vormen van discriminatie? Anders dan wat ik al noemde. Nee, discriminatie. Het verspreiden. Oh, discriminatie. Oh, sorry. Ja, sorry. Nou, dat je bijvoorbeeld de resultaten van je onderzoek in een filmpje laat zien. Het hoeft geen proefschrift te worden van 300 pagina's. Het kan ook een filmpje zijn of een concreet product. En dat je daar vervolgens dus mee teruggaat naar de organisaties met wie je hebt samengewerkt en de mensen met wie je hebt samengewerkt, om te laten zien van kijk, dit is eruit gekomen. Dus dat vind ik zelf dat zou ik zelf een mooi voorbeeld vinden. Om het op die manier terug te geven. Ja, dank je. En ik scroll nog even terug naar wat vragen die al nog eerder gesteld waren. Ik had nog een vraag gezien over het risico op oversamplen als je te veel focus legt op de werving van één groep. Ja, dat is zo. Dat kan. Aan de andere kant, als je. We hebben nu in de sampling, wat Maria ook heel duidelijk zegt, iedere keer 30% van de bevolking missen we. Dus daar gaat ook iets fout in de sampling. Dus je bent het als onderzoeker verplicht dat een goede afspiegeling is van de maatschappelijke werkelijkheid. Ja, dankjewel. Even kijken. Ja, er is nog een opmerking dat een uur te kort is voor deze webinar. Ik denk inderdaad dat er heel erg veel te bespreken is. En dat is ook de reden waarom we er een reeks van maken, zodat we in de volgende webinars wat dieper kunnen ingaan op bepaalde thema's. Marjorie, heb jij nog een vraag gezien die ik over het hoofd heb gezien? Nou, ik vond die vraag van respectvol includeren wel mooi eigenlijk, om misschien nog even naar te kijken. Hoe kun je zonder te stigmatiseren of toch bewust mensen, bijvoorbeeld die moeite hebben met lezen en schrijven, uitnodigen om mee te doen aan je onderzoek? En ik denk dat Gudule daar ook wel antwoord op kan geven. Ja, ik zou dat mondeling doen. Dus val mensen ook niet lastig dan met een brief. Dat is in het geval dat je dus al weet dat iemand moeite heeft met lezen en schrijven. Nodig iemand gewoon, pak de telefoon of stap op iemand af en nodig iemand dan uit om mee te doen. En bied dan ook aan, want je hoeft die vragenlijst niet op papier te doen, we kunnen hem ook samen doen. Ja. Dus, en als je vragenlijst begrijpelijk genoeg is, dan jij leest hem voor, dan kan die ander daar gewoon antwoorden op geven. En dan is zo iemand toch geïncludeerd. Ja. En wat ik ook altijd mooi vind, of wat we in het, wat we ook wel zeggen tegen huisartsen eigenlijk, als ze als tip om het moeite hebben met lezen en schrijven aan te kaarten, is om het te normaliseren. Want we weten hoeveel mensen in Nederland daar moeite mee hebben. Dus als je dat benadrukt, er zijn heel veel mensen die moeite hebben met het invullen van formulieren. Hoe is dat voor u? En dan krijg je ook een indicatie als iemand daar moeite mee heeft. Oh, dan kan ik dus niet met een schriftelijke vragenlijst aankomen. Dus dat is ook een manier om die check te doen. En er stond ook nog een vraag expliciet in de chat naar
hoe vraag ik uit of wat is een indicatie voor laag 6? Stond ook overigens een heel mooi antwoord in de chat. Maar wij hanteren meestal opleidingsniveau als indicatie eigenlijk. Als je mbo 1 of lager opgeleid bent, dan kun je ervan uitgaan dat je minder bevoorrecht bent. Ja, en daarnaast kun je natuurlijk, als je sociaal-economische status wil vaststellen, ook vragen naar het beroep van iemand. Of naar de plek waar iemand woont. Dat is vaak ook een indicatie. Woont iemand in Zuilen of woont iemand in Witte Vrouwen? Dat geeft je ook al een beeld van andere sociaal-economische omstandigheden. Werkloosheid is een goede om naar te vragen. Arbeidsongeschiktheid. Ja, dus er zijn allerlei manieren waarop je kunt vaststellen wat is iemands sociaal-economische positie. Ik zie nog een vraag over, bij sommige onderzoeksvragen is kwantitatief onderzoek een beter design. Hoe kun je hierin mensen betrekken die moeite hebben met lezen en schrijven? Nou, kwantitatief onderzoek, ik neem aan dat je dan vraaglijstonderzoek bedoelt. Ik denk, we gaan daar in ons derde webinar natuurlijk veel meer over zeggen, over begrijpelijke vragenlijsten. Maar het punt is wel even, als die vraaglijst begrijpelijk is, wil dat nog niet zeggen dat jouw respondenten die vraaglijst ook kunnen vinden. Of denken, kom, laat ik daar eens even aan meedoen om die te gaan invullen. Want de ervaring van mensen is namelijk dat ze het niet snappen. En dan laten ze het maar gewoon zitten. En ook de ervaring van, ja, waarom zou ik meedoen aan zoiets? Ik bedoel, wat levert mij dat op? En dus dat soort dingen moet je heel expliciet van tevoren zeggen. Ik wil graag dat u meedoet, omdat we de zorg voor mensen zoals u beter willen maken. En ook uw antwoorden zijn voor ons heel waardevol. Het is heel belangrijk dat we ook uw antwoorden hebben. En als u de vraaglijst lastig vindt, doe het samen. En vooral dat aanbieden van hulp, dat wordt door mensen ontzettend op prijs gesteld. Ja, mooi. Heel mooi. Even denken, is er nog een laatste vraag, Marjorie? Heb jij nog iets gespot in de tussentijd? Ja, Lianne vraagt of ze zelf iets mag toelichten over lage 6 indicatoren. Dat vind ik prima. Ik weet niet hoe jij dat doet of iemand in beeld te brengen nu is, Tessa. Nu is de moeilijke 3 in de spotlight staan. Als Lianne gaat praten, dan kan ze waarschijnlijk in beeld komen. Ja. Ja. Oké. Ja, heel erg bedankt voor deze bijeenkomst. Ik heb er echt heel veel van geleerd. Ik doe zelf op dit moment onderzoek met CBS microdata. Dus ik dacht dat het misschien ook relevant voor sommige mensen hier. We zijn met zoveel, dus ik kan me voorstellen dat er mensen kwalitatief onderzoek doen met zulke data. En wat wij hebben gedaan is meerdere 6 indicatoren gebruiken. Waaronder de ouders van de studenten waar we naar kijken een bijstandsuitkering ontvangen. Dus dat kun je vinden in de CBS microdata. We hebben ook gekeken naar het persoonlijk inkomenspercentiel van beide ouders. En naar het welvaartspercentiel van het huishouden. En we hebben verschillende dingen gebruikt, omdat inkomen kan heel erg variabel zijn tussen de jaren. Terwijl welvaart vaak iets stabieler is en ook kan worden opgebouwd over meerdere generaties. Dus je hebt natuurlijk mensen die uit hele welvarende families komen, wat vanwege generaties of over de generaties heen is opgebouwd. En dat hangt vaak ook samen met een bepaald cultureel kapitaal, sociaal-cultureel kapitaal. Terwijl inkomens kunnen variabel zijn over de jaren en hoeven niet per se samen te hangen met sociaal-cultureel kapitaal op dezelfde manier dat welvaart dat heeft. Dus als het mogelijk is om meerdere indicatoren te gebruiken, ook in kwalitatief onderzoek, dan zou ik dat wel aanraden, omdat wij hele grote verschillen zien tussen die indicatoren. Ook omdat vaak het welvaartsniveau op huishoudniveau wordt heel erg beïnvloed door bijvoorbeeld schulden hypotheeklasten en dergelijke. Dus dat wordt verlaagd door dat soort factoren.
En als je dan dus kijkt naar welvaart en je kijkt naar de top welvaartsgroepen, bijvoorbeeld de top 10 percentielen, dan heb je dus te maken met mensen die en een heel hoog inkomen hebben en heel veel bezit dat is afbetaald. En op heel veel manieren hangt dat samen ook met ja, de langdurige factoren die bijvoorbeeld ook gezondheid kunnen beïnvloeden. Die welvaart die over een langere periode is opgebouwd. Dus ja, dat ook even, dankjewel. Een mooie aanvulling. En er worden allerlei vragen alweer in de chat gesteld. Dus maar gezien de tijd. Ik zou het even niet weer, maar die het kijken naar al beschikbare data. Om eigenlijk te differentiëren in de al beschikbare data. Is een hele mooie aanvulling. Dankjewel daarvoor. En misschien moeten we daar ook nog een webinar 4 aan wijden. Dankjewel, Jan. Ja, ik denk gezien de tijd dat het goed is om wat af te ronden. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken dat jullie hier met ruim 160 mensen naar ons hebben geluisterd. We willen ook graag jullie mening horen. Er komt zo direct een link in de chat met een evaluatieformulier. En ook daar kan je nog weer een vraag achterlaten of een thema waar je graag meer over wil horen. En waar we in de volgende webinars dan aandacht aan gaan besteden. De eerstvolgende webinar, de tweede webinar, is eind mei, 31 mei. En zo gaan, zoals Gedule al aankaarten, over het bereiken en betrekken. De daaropvolgende webinar is gepland op 29 juni. En die zal gaan over het begrijpelijk schrijven en het geschikte materialen maken voor het doen van je onderzoek. Als jullie de evaluatieformulier voor ons kunnen invullen en eventueel nog wat thema's en tips terug kunnen geven, dat zou heel erg fijn zijn. En dan wil ik jullie in ieder geval heel erg bedanken voor de deelname. En ik hoop dat jullie de volgende keer er weer bij zijn.